Ik ben heel content met de terugkeer bij Achilles '29. Ja, want je hebt daar fantastische jaren gehad natuurlijk en met veel hoogtepunten. Ja, ongelooflijk mooie tijd achter de rug. En ja, 10 jaar is niet niks in je leven. En het is wel langzamerhand mijn club geworden. En ja, ik vind het prachtig dat ik weer terug mag komen op een hoger podium bij ja, een geweldige club. Zeggen altijd heel veel mensen, ja, wat moet je toch altijd bij Achilles? Want ja, die familie Derks, aparte mensen, maar dat is voor jou helemaal geen probleem. Nee, nou ja, goed, je bent natuurlijk naar elkaar toegegroeid en we hebben de club langzamerhand naar een niveau getild tot ongekende hoogte. En, ja, en nu in de Jupiler League verwachten er weer nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen om ook op dit podium ervoor te zorgen dat je met Achilles mee kunt. En dat je niet alleen het lelijke eendje bent, maar ook de club daadwerkelijk landelijk nog beter op de kaart gaat zetten. Dan zeggen ze vaak in het voetbal, je moet eigenlijk niet terugkeren naar de plek waar je succesvol bent geweest. Maar dat is voor jou helemaal geen beletsel? Nee, zo voelt het helemaal niet. Ik vind het juist prettig om terug te keren op de Heikant. Ook omdat ik natuurlijk een hele goede periode heb gehad. Maar wat achter ons ligt, ligt achter ons. We moeten vooruitkijken. En de club is achter de schermen heel druk bezig om de club verder te professionaliseren. Ze hebben veel weerstand gehad. Maar ik denk dat ze langzamerhand uit het dal aan het klimmen zijn. En ja, zeker met de komst van mij hoop ik daar een positieve bijdrage in te leveren naar de toekomst toe. En ja, ik moet zeggen, ik ben daar heilig van overtuigd dat het gaat lukken. Ja, als je die club moet karakteriseren, wat is het voor club? Ja, het is een kleine club, maar wel met ontiegelijk fijne mensen die altijd achter de club blijven staan. En waar iedereen zichzelf is. En waarbij het toch op een of andere manier geweldig kan spoken op de Heikant. En ja, die ervaring heb ik en die wil ik graag meenemen naar de toekomst toe. Maar dat doen we graag met positieve mensen die mee willen in het hele proces. En dat proberen we ook met kwaliteit op het veld te laten zien.